Nou ja, ik ben dus Jimme Norkamp, momenteel wethouder in de gemeente Losser. Ik kom daar ook weg. Ik heb in de vorige raadsperiode heb ik daar als fractievoorzitter in de raad gezeten. Dat bevalt me hartstikke goed. Ik vind politiek interessant. Ik mag graag wat doen voor de mensen van mijn omgeving. Hopelijk straks ook voor de regio Twente in de Tweede Kamer. En, want ik ben ook de hoogste kandidaat uit Overijssel op onze lijst. Ja, en het wordt spannend, maar ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het goed is dat onze regio daar gehoord wordt. Maar dat zou eigenlijk in elke partij zo dat verankerd moeten zijn. Want naast dat ik uit de regio kom, vind ik ook dat het land gewoon een andere koers op moet. En daar wil ik ook graag aan bijdragen. Ik denk dat vergrijzing, ik weet niet hoe dat nu in de steden in Almelo is, maar ik denk volgens mij wordt Almelo er ook al mee geconfronteerd. Maar ook in de wat omliggendere gemeenten, waar ik zelf wegkom, is vergrijzing wel een probleem. En ik zeg daarmee niet dat we onze ouderen weg willen jagen. Moeten we vooral niet doen, daar moeten we heel goed voor zorgen. Maar we moeten wel zorgen dat ook jong talent daar behouden blijft. Er is te weinig toekomstperspectief voor jongeren bedoelt, hè? Nou ja, je merkt, ondanks dat we hele goede faciliteiten hebben, we hebben interessante bedrijven, we hebben een goede hogeschool, ROC's, universiteit, de natuur om de hoek, cultureel aanbod in de steden, zie je toch ook wel dat wel ook jongeren van mijn leeftijd wel steeds vaker bij zichzelf de vraag stellen van, zal ik hier net zo gelukkig zijn als mijn ouders en ligt mijn toekomst hier? Ik denk dat het wel cruciaal is voor Twente dat we de komende jaren het zo organiseren dat ze die keuze gaan maken en dat ze hier blijven. Almelo vind ik een prachtige stad. Ook via school of via werk, altijd de mensen uit Almelo wie ik trof, dat beviel me. Maar dit verbaast me wel dat de Partij van de Arbeid hier zo weinig stemmen haalt. En ik heb die analyse ook niet rond wat daar een aanleiding van kan zijn. Maar het punt is wel, de mensen kunnen ons misschien nu niet vertrouwen. Of de mensen kunnen ons ook als linkse partij nu in de steek laten. Wij laten de mensen niet in de steek. Dus ook al stemmen ze niet op ons, we zetten ons wel voor hen in de hoop dat het vertrouwen met de tijd weer terugkomt. Maar dat de mensen misschien ook vanuit een bepaalde sociaal-economische positie, waarvan je zou denken dat ons beleid voor hen het beste is, niet op ons stemmen, betekent niks in onze inzet voor die mensen terug. Want die is onvoorwaardelijk.